Zuba duba duba danga. Zuba duba duba ding. Rasta Mouse and Scratchy and Zuma, also known as the Easy Crew. En dan zijn we nu aangekomen bij een van de mooiste plekjes van Leiden, waar de Oude Rijn samenkomt met de Nieuwe Rijn. Je ziet het. En als je die kant op gaat, dan kan je dus richting de Kaagplassen en andere mooie plekjes van Leiden bekijken. We staan hier ook eigenlijk naast de Waag. Die is gebouwd rond 1657. En rond 3 oktober, met 3 oktober, kan je hier terecht voor haring en wittebrood. Ja, dan zijn we hier aangekomen ook op een heel mooi plekje van Leiden. Daar zie je die blauwe bootjes. Dat bedrijf heet Bootjes en Broodjes. En als je daar een bootje, of als je daar een bootje huurt met een gids erbij, dan krijg je echt een mega grote picknickmand met allemaal lekkere dingetjes. Kaas, worst, ham, blikjes drinken, bier, alles. En dan ga je mee met een gids en die vertelt je dan alle leuke dingen over Leiden. Zeker de moeite waard om dat een keertje te gaan doen als straks de coronatijd voorbij is. Dus kom naar het centrum van Leiden en huur een tochtje bij Bootjes en Broodjes. Hier kan je natuurlijk ook een rondvaart maken, maar dan kan je gewoon vanuit het glas, van achter het glas overal naartoe kijken. Dat is iets minder leuk, vind ik zelf. Dus daar heb je de McDonald's. Misschien kan je dat ook nog even laten zien. Ook altijd wel even interessant om even een ijsje te gaan halen als het meer is. Daar verderop heb je Lido, dat is de bioscoop. Dus als je s'avonds, je bent helemaal uitgebonjourd in Leiden, dan kan je lekker naar de bioscoop toe in Leiden. Hier op dit rijtje zitten ook allerlei gezellige restaurants, die natuurlijk nu ook allemaal gesloten zijn. Ja, mijn stad, mijn Leiden. Het is gewoon een hele leuke stad. Zo, en dan zijn we nu aangekomen bij de Morspoort. De Morspoort is echt een supermooie poort. Ook daar zie je weer de sleutels, het embleem van Leiden. En dat zie je ook op het volgende bruggetje, zie je ook de sleutels weer terugkomen. En zo heb je verschillende punten in Leiden waar je elke keer weer die sleutels ziet. Nou, dit is een hele bijzondere poort. Ik heb het al een keertje eerder verteld in mijn vlog. Deze poort die werd vroeger gebruikt om gevangenen in te duwen. Loop even met me mee. Je ziet tralies voor het raam zitten. En hier zie je ook tralies voor het raam zitten. En vroeger werden de gevangenen, voordat ze opgehangen werden, werden ze eerst hier in die celletjes geplaatst. En dan vervolgens werden ze meegenomen naar het galgenwater, waar ik jullie ook nog eventjes mee naartoe neem. En daar werden ze dus opgehangen. Kom, loop even mee. Hier werden ze dus naar binnen gebracht door die deurtjes, de gevangenen. De poort is er nog, hele smalle deurtjes. Daar heb ik ook een smal deurtje. Deze hebben ze dicht gemetseld. Ik heb geen idee waarom. Ik heb ook het idee dat dat gewoon zo hoort, maar ik weet niet zeker of hier vroeger een deur in gezeten heeft. Aan die rand te zien lijkt het alsof dat altijd al zo geweest is. Maar wat ik wel weet is dat de gevangenen door deze deuren heen gingen en ja, in afwachting van hun doodsvonnis. En dat werd dus gedaan op het galgenwater. En daar gaan we nu eventjes naartoe. Kom maar. Zo zijn we dus nu aangekomen bij het galgenwater. Het galgenwater waar dus de mensen vroeger opgehangen werden. En dat werd dus gedaan daar langs het water.
En dan hadden ze allemaal van die hele grote galgen neergezet. En daar werden de mensen dus opgehangen en dan lieten ze ze na een aantal dagen hangen. Eigenlijk puur als afschrikking van mensen, doe gewoon lekker normaal, want anders word je dus lekker opgehangen. Nou ja, galgenwater. Deze molen heet Molen de Put of galgenwater. Hè. Dus als je het over het galgenwater hebt, dan weten de mensen eigenlijk ook dat je het over deze molen hebt vaak. En wat ik nog eventjes erover wil vertellen. Hier zie je ook drie sleutels weer in de molen staan. De molen is in 1987 weer voor de tweede keer gerestaureerd. En dacht ik, als ik het goed gehoord heb. En hij is een aantal keren afgebrand geweest. Ja, dat is eigenlijk wat ik even erover wil vertellen. Het is een schitterende molen. Je kan hem ook regelmatig bezoeken. Het is echt een heel mooi stukje Leiden. En wat ik ook nog eventjes wil vertellen is, als je over deze brug heen gaat, dus bij Molen de Put, je gaat over het bruggetje heen, daar in de verte is dus de officiële geboorteplaats van Rembrandt. Maar helaas, ook dat is afgebroken. Maar we kunnen nog wel eventjes gaan kijken naar de gedenksteen die er nog staat. Kom even mee. Ja, en we staan dus nu op het pleintje waar ooit waarschijnlijk hier op deze plek het huis heeft gestaan van Rembrandt van Rijn. Jawel, de bekende schilder die hele mooie schilderijen gemaakt heeft. Het is een leuk pleintje hier zo. Jammer dat het afgebroken is. Wat nog wel heel leuk is om nog heel eventjes te vertellen, is dat daar verderop, loop ik nu eventjes langzaam naartoe. Dat is nog het enigste eigenlijk wat er een beetje aan herinnert dat Rembrandt hier geboren is. Dat is namelijk deze gedenksteen hier op de muur. Ja, dat is eigenlijk nog het enigste wat er nog een beetje aan herinnert. En ja, ze hebben daar natuurlijk ook nog wel een soort monumentachtig ding van gemaakt. Dat zal ik ook even laten zien. En daar op de muur. En hier is ook nog een klein stukje tekst te vinden wat met Rembrandt te maken heeft. Ja, best wel interessant. Veel mensen weten dat niet, dat Rembrandt uiteindelijk in Leiden geboren is. Hadden jullie niet van mij gedacht, hè, dat ik dat allemaal zo interessant vond? Nou ja, dan weten jullie dat dus ook weer. Nou, we gaan nog eventjes verder. Ja, we zijn nu aangekomen ook weer bij een schitterend mooi plekje van Leiden. Dat is namelijk Museum van Volkenkunde. En ook dit is helaas gesloten in verband met de corona. Maar daardoor heb ik nu wel eventjes de gelegenheid om met de scooter het terrein op te rijden. En eventjes jullie te laten zien waar precies de ingang zit. Nou, het zit inderdaad vlakbij Molen de Valk. Wat ik jullie zo meteen ook nog heel eventjes laat zien in Vogelvlucht. En nou ja, ook weer de gracht die rondom Leiden gaat. Dus als je een bootje hebt, kan je helemaal rondom Leiden. Superleuk. Hier is de ingang van het Volkenmuseum. Laat maar eventjes zien. En ja, een schitterend museum waar je je eigen, als je wil, de hele dag kan vermaken. We zijn nu aangekomen bij een van de mooiste, vind ik persoonlijk zelf, de mooiste museums. Normaal ben ik niet zo'n museumfreak, maar omdat we nu eventjes door Leiden heen zijn gelopen, wilde ik jullie dit ook even vertellen. Een van de mooiste museums binnen dan, van Leiden. En de naam van het museum is Naturalis. Misschien dat je het wat dichterbij kan filmen. Als je de gelegenheid hebt en je hebt tijd en je komt naar Leiden, neem dan hier gewoon extra lang de tijd voor.
boek desnoods een hotelletje in de omgeving, maar ga zeker naar dit museum. Het is super mooi. Ja, het is gewoon echt een diversiteit aan allerlei dingen. Ja, normaal zou ik het niet filmen, maar in deze coronatijd wil ik het toch eventjes vastleggen. Hier op de achtergrond zie je dus het LUMC, het Leids Universiteits Medisch Centrum. En helaas liggen hier ook een aantal coronapatiënten. En ik hoop echt dat ze er binnenkort weer heel snel uit zullen zijn. Ja, dan ben ik nu aangekomen bij de Sterrenwacht. Imposant gebouw met die bolletjes. Die luikjes die kunnen natuurlijk open. En daar in die luikjes staan van die mega grote telescopen. En dan kan je dus naar de sterren kijken. Ja, 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 sunrise, just take it easy and live. Nothing better than cool breeze, warm feeling of the sunlight. We just gotta do it every day. Wake up and give Jah praise, and everything will be okay. Everything will be okay. Y ahora tengo libertad, y ahora vivo. Zo, en dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze vlog. Ik kan nog wel 3 uur filmen. Het is gewoon echt ongelooflijk, maar dit is gewoon zo'n leuke stad waar zoveel te doen is. Zo ben ik bijvoorbeeld hier bij het Museum van Oudheden. Nou ja, misschien sommigen van jullie weten het wel. Ik zoek wel eens met een metaaldetector. En hier binnen liggen dus allerlei vondsten. Niet dat ik ze gevonden heb, maar het is een schitterend museum. Als je een keertje tijd hebt, ga een keertje hier naartoe. Hij is helaas ook gesloten nu in verband met de coronatijd. Maar als het straks allemaal achter de rug is, kom gezellig naar Leiden en bezoek ook dit mooie museum. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan kan je natuurlijk abonnee worden. En vond je dit nou een gekke video? Doe dan even zo. Dat kan. Maar vond je het een hele leuke video? Rechtsonder in de hoek zie je dat poppetje staan, dat reggae poppetje. Klik er eventjes op, daarmee kan je dus abonnee worden. En vergeet niet het belletje aan te zetten, want daarmee mis je dus geen enkele video meer van Richard. Ik zou zeggen tot de volgende vlog en blijf kijken.